Het kan hartverscheurend zijn om van een dokter te horen dat als je doorgaat met iets wat je echt graag wilt, je misschien niet lang genoeg leeft om het mee te maken. In deze video kijken we echter naar een vrouw die, tegen de verwachtingen in, niet alleen één kind kreeg, maar er uiteindelijk meerdere. Blijf kijken om haar verhaal te horen. Tegen alle verwachtingen in. Het verhaal van Stacy Harold is niet te bevatten. Zij werd gediagnosticeerd met osteogenesis imperfecta, wat een stunt in de groei veroorzaakt en leidt tot zwakke botten en onderontwikkelde longen. Vanwege deze zeldzame genetische aandoening waren de artsen bezorgd over de gezondheid van Stacy. Ze waren vooral bezorgd over hoe de gezondheid haar toekomst zou kunnen beïnvloeden. Stacy had een baantje in de plaatselijke supermarkt. Op een dag begon een man die in de supermarkt boodschappen deed met haar te praten. Hij heette Will en het klikte meteen tussen hen. Ze wisten niet dat 4 jaar na deze ontmoeting de twee getrouwd zouden zijn. Ze hielden heel erg veel van elkaar en wilden hun relatie verder uitbouwen. Zij wilden kinderen krijgen. Hoewel dit een droom voor hen was, raden de dokters van Stacy het haar af. Een zwangerschap zou een ernstig risico voor haar gezondheid betekenen, omdat de ontwikkeling van de foetus onverenigbaar zou kunnen zijn met haar lichaam. De foetus zou uiteindelijk gevolgen kunnen hebben voor haar hart en longen. Dit betekende dat er een kans was dat Stacy het niet zou overleven. Toen zij de dokters vertelde dat ze zwanger was en hun antwoord was dat abortus wellicht de beste oplossing was, kreeg Stacy het moeilijk. Ze kon daar niet mee doorgaan. Zij voelde zich verbonden met de rol van moeder en daarom besloot zij de zwangerschap door te zetten. Gelukkig overleefde zij haar eerste zwangerschap. Ze beviel van een meisje en noemde haar Kateri. Hoewel een droom uitkwam, werd een angst ook realiteit. Kateri erft uiteindelijk de ziekte van haar moeder. Stacy en Will waren ontdaan, maar tegelijkertijd hielden zij van hun dochter zoals zij was. Niet lang na de geboorte van Kateri raakte Stacy opnieuw zwanger. Stacy en Will kregen nog een dochter, die zij Makia noemde. Het grote nieuws met Makia was dat zij kerngezond geboren was en geen zeldzame aandoeningen of ziekte geërfd had. Stacy en Will waren dolgelukkig. Uiteindelijk kregen zij hun jongste kind en deze keer was het een jongen. Malachi kwam met 8 weken te vroeg en Stacy moest een keizersnede ondergaan. Hoewel Malachi ook de aandoening van zijn moeder kreeg, gebeurde er toch een wonder. Wanneer een baby osteogenesis imperfecta heeft, komt het vaak voor dat hij met botbreuken geboren wordt. Vaak raken hun armen en benen al bij de geboorte beschadigd, omdat ze zo breekbaar zijn. Dit gebeurde echter niet bij Malachi. Zijn lichaam was sterk. Toen Stacy haar zoon voor de eerste keer in haar armen hield, zei zij: "Hij is de mooiste en volmaakste jongen die ik ooit gezien heb. Het enige wat ik wil doen is aan zijn zijde blijven." Vanwege de broosheid van haar botten moest Stacy een rolstoel gebruiken om zich te kunnen verplaatsen. Toch weerhield haar toestand haar er niet van om haar leven zo goed mogelijk te leiden en alles te doen wat als moeder gedaan moest worden. Ze had een platform dat speciaal gebouwd was, zodat ze zelfs vanuit een rolstoel voor haar kinderen kon zorgen. Dankzij het platform konden zowel het baden als het verschonen van de luiers een stuk gemakkelijker gedaan worden. Ook al had zij het soms moeilijk met de fysieke eisen van de zorg, toch had zij altijd de steun van haar man. Stacy zei: "Alles wat ik niet kan, kan Will wel." Stacy voelde zich heel gelukkig met haar man. Stacy overleed op 44-jarige leeftijd. Maar dat was op zichzelf al een wonder, want ze bleef langer leven dan wat haar dokters hadden verwacht. Ze kreeg niet slechts 1 kind, maar 3 en elk kind was een wonder in haar ogen. Dubbele zwangerschap. Een mirakel kan men zien als het onmogelijke dat mogelijk wordt. Er was een vrouw die een wonder beleefde in die zin dat zij een zeldzame aandoening had die slechts bij 1 op de 5 miljoen vrouwen voorkomt. Op 34-jarige leeftijd werd Angie zwanger van 2 kinderen. Het waren echter geen tweelingen. Angie Cromer werd geboren met een zeldzame aandoening waarbij ze 2 baarmoeders heeft. Uterus didelphis kan leiden tot complicaties bij de zwangerschap, omdat de baarmoeders kleiner zijn en minder goed ontwikkeld van structuur. In het geval van Angie groeide er in elke baarmoeder een foetus. Angie wist voor deze zwangerschap van haar dubbele baarmoeder. Het was ook niet haar eerste zwangerschap. Angie en haar man, Joel, hadden al 3 kinderen. Het was tijdens de echografie dat zij te weten kwam dat zij een jongen en een meisje kreeg. Toen Angie voor het eerst van haar dokters te horen kreeg dat ze een dubbele zwangerschap had, reageerde ze onmiddellijk enthousiast. In het begin geloofde Joel zijn vrouw niet. Wie kon het hem kwalijk nemen? Dit soort zwangerschap is ongelooflijk zeldzaam, met minder dan 100 geregistreerde gevallen over de hele wereld. Zodra ze het ontdekt had, wendde Angie zich tot Facebook om haar enthousiasme te delen. Ze postte: "Ik keek er naar uit om wat babykleertjes te verkopen, maar ik denk dat we ze nog allemaal nodig hebben." Medische deskundigen hebben gezegd dat haar toestand de zwangerschap tot een zwangerschap met hoog risico maakt. En dat zij een keizersnede moet ondergaan voor het geval haar kinderen uiteindelijk te vroeg geboren worden.
Bij vrouwen met dubbele baarmoeders komt het vaak voor dat ze miskramen krijgen of zelfs onvruchtbaar zijn. Deze aandoening heeft echter geen problemen veroorzaakt bij de zwangerschappen die zij daarvoor had. Het positieve was dat de baby's van Angie zich normaal leken te ontwikkelen. Het was de bedoeling dat zij haar kinderen ter wereld zou brengen in hetzelfde ziekenhuis als waar zij werkte. Angie was helemaal niet bezorgd over haar merkwaardige situatie en verheugde zich erop de gezinsuitbreiding met open armen te ontvangen. De oudste moeder ter wereld. In verband met het onderwerp van twee kinderen tegelijk krijgen, heeft een vrouw in India de titel gekregen van oudste moeder ter wereld, nadat zij op 70-jarige leeftijd van haar kinderen bevallen was. Hoewel dit geen dubbele zwangerschap was zoals het vorige verhaal, is het feit dat zij op haar leeftijd twee gezonde kinderen ter wereld kon brengen geen alledaags iets. Bovendien kreeg ze uiteindelijk zowel een zoon als een dochter. Dit was mogelijk dankzij in vitro fertilisatie, die ook IVF wordt genoemd. Deze medische procedure kostte uiteindelijk ongeveer €8.000. Ondanks de kostprijs had het echtpaar hun zinnen gezet op een zoon. Om het zich te kunnen veroorloven, heeft de man van Omkari zijn spaargeld ter beschikking gesteld, veel van zijn bezittingen verkocht en een lening aangegaan. Toen men hem vroeg hierop te reageren, zei hij: "De behandeling heeft me een fortuin gekost, maar de geboorte van een zoon maakt het allemaal de moeite waard." Bovendien was het niet de eerste zwangerschap die ze had. Omkari en haar man hadden al twee volwassen dochters. Ze wilden echter heel graag een zoon hebben, want een man zou de erfgenaam van de familie zijn. Gezien al het geld en de moeite die zij in de behandeling hadden gestoken, was het maar goed dat het lukte. Niet iedereen was echter voorstander van een vrouw die op 70-jarige leeftijd zwanger wordt. Toen het koppel gevraagd werd over deze beslissing te praten, zeiden zij niet veel, omdat heel wat mensen er negatief op reageerden en commentaar gaven. Dit soort zwangerschappen komen niet vaak voor en wordt vaak ontmoedigd wegens de gezondheidsrisico's die het zowel voor het kind als voor de moeder kan inhouden. Toch heeft het koppel er geen spijt van en zijn ze erg blij dat ze een dochter en nu ook een zoon hebben. Toen Omkari gevraagd werd naar haar nieuwe titel, antwoordde ze met: "Als ik 's werelds oudste moeder ben, betekent dat niets voor mij. Ik wil gewoon mijn nieuwe baby zien en voor ze zorgen zolang ik het nog kan." Zou je in staat zijn te handelen als Omkari en Stacy uit ons eerste verhaal? Iets doen dat je echt wilde, zelfs als andere mensen je ervoor veroordeelden? Uit het niets. Hoewel Omkari en haar man voortdurend baden en met zorg plannen maakten voor een nieuw kind, worden andere mensen volkomen overrompeld als ze ontdekken dat ze zwanger zijn. In een bepaald geval was er een vrouw die zich niet bewust was dat ze zwanger was, tot ze begon te bevallen. Claire Wiseman, die op het moment van haar zwangerschap 27 jaar was, had geen idee dat er iets bijzonders aan de hand was. Niet alleen vertoonde ze geen zichtbare bult, ze had ook regelmatig haar anticonceptiepil geslikt en was elke maand ongesteld. Claire en haar vriend Ben hadden samen al een kind, een meisje dat Millie heet. Net als de vorige vrouwen die we noemden, was Claire niet onbekend met zwangerschap. Ze was echter niet van plan nog een kind te krijgen en leefde daarom haar leven alsof ze niet zwanger was. Gedurende haar hele zwangerschap had Claire zijn cafés gedronken en was ze regelmatig met haar vrienden op stap geweest. Hoewel deze gewoontes soms tot complicaties kunnen leiden als een vrouw zwanger is, kwam haar zoon gezond ter wereld. Op de dag dat haar bevalling begon, werd ze wakker met hevige buikpijn. In de veronderstelling dat het gewoon menstruatiekrampen waren, probeerde Claire gewoon door te gaan met haar dag. Ze nam paracetamol om de pijn te verzachten. Nadat ze haar dochter bij haar vriend thuis had opgehaald, werd de pijn nog erger. Ze legde haar dochter neer voor een dutje en deed hetzelfde. De pijn was echter ondraaglijk geworden. Claire riep haar moeder, die zich toen naar het huis van haar dochter haastte. Ze vond Claire zittend op het toilet. Claire voelde een behoefte om te persen, maar op dat moment begreep ze niet waarom. Toen haar moeder opperde dat ze misschien zwanger was, wimpelde Claire het af. Claire wist niet dat de dag zou eindigen in het ziekenhuis na de bevalling. Claire wist niet goed hoe ze zich moest voelen. Ze had zich niet voorbereid op een baby. Zodra ze contact opnam met haar vriend om hem het nieuws te vertellen, haastte hij zich naar het ziekenhuis. Beiden voelden zich angstig over de situatie en overwogen zelfs adoptie. Maar toch kwam het moment waarop deze ouders hun zoon moesten ontmoeten. Onmiddellijk wisten ze wat ze wilden doen. Terugdenkend aan het moment, zei Claire: "Toen ik hem eindelijk zag, werd ik verliefd. Hij was het liefste jongetje en al mijn zorgen verdwenen." Het koppel besloot hun zoon Finley te noemen. Tot op de dag van vandaag is het hele gezin gelukkig. Het is fantastisch als je nagaat dat deze vrouwen zulke zeldzame ervaringen meemaakten met hun zwangerschappen en toch allemaal gezonde kinderen ter wereld brachten. Ondanks hun omstandigheden konden ze gelukkige gezinnen stichten. Geef een like als je hun verhalen interessant vond. We hopen je weer te zien bij een volgende video.